internet kun je dus ook van die hele oude sets, ja, kun je gewoon nog bouwtekeningen krijgen, zien. En dan kun je zelf per bladzijde nog nabouwen. En we hebben hier dus ook gewoon losse steentjes, hè? Ja, ja. Dus mensen die zoeken ook losse onderdelen. Ja. Dus, nou, ze hebben ergens nog een setje op zolder liggen. Ja. Maar ik mis dit of ik mis dat. En die komen dus hier naar zo'n beurs. Ja, om specifiek dat schuine, ja, had je later ook. Ja. Ja. Wanneer zijn die bouwtekeningen gekomen? Dat ik Lego deed, daar praat ik over eind jaren 60. Ja. Had je geen niet in mijn beleving had je geen bouwtekeningen. Ja, dat waren altijd hele kleine setjes, hè? En met een doosje. En ja, in dat doosje is dat, ja, dubbel gevouwen en een A4'tje met 4 of 5 bladzijden erop. Tegenwoordig, ik heb onlangs nog een set gekocht, okay, er zit zo'n boekwerk bij. Okay. Met 800 pagina's gewoon. Okay. Dus ja, Lego. Ja. Ja. Maar echt, je kunt van Lego set 0 tot heden kun je op internet de bouwtekening alles nog vinden. Ja, iedereen kan dat gratis nog vinden. Ik bouw de vliegtuig. Als je dus nog ergens Lego thuis hebt liggen, ja, ja, ja. Ja, het is te vinden. Okay. Het is, ja, ja, ik had gewoon heel beperkte, weet je, met 4 soorten blokjes of zoiets, dat was het. Ik maakte er een hele bus van met vering, met, ja, elastiekjes, vliegtuigen, boten. Lego kan niet goed tegen water. Het verkleurt. Het verkleurt. En het lekt door. Ja, maar ik deed het wel. Maar nu tegenwoordig kan het ook best goed, hoor. En, behalve het witte, dat verkleurde van vroeger, hè. Als wit, ja, lang in de zon staat, dan, dat, ja, zie je. Dat wordt geel, het wordt ivoorkleurig. Ja, en er is, ja, de een zegt het werkt, maar ik heb het zelf ook een aantal keer geprobeerd met een lichtkleuroplossing. Ja. Ja, om het dus weer om wat wit te krijgen, maar die valt toch tegen. Maar in principe, ja, Lego, ja. Mijn zoon heeft 1 keer een Lego blok, een Duplo blok, kapot gekregen. Ja, het is onverwoestbaar. En ieder mens ter wereld weet het gevoel als je met je hiel, je blote voet, op een Lego stukje gaat staan, hè. Ja. Dat er is niks in de wereld wat erbij komt. Ja. Lego. Nee. Dat is afkorting van goed spelen, hè. Ja. Dus, ja, het is eigenlijk ontstaan met houten speelgoed. Ja, ja, dat was gewoon. Ja, zo met hout begonnen. Houten speelgoed. Ja, ik. Nee, het is. Geef dat kind, geef hem Lego. Koop Lego. Het is voor jong en oud, hè. Ja. Dus, zo ben ik ook weer aan begonnen eigenlijk. Ik had vroeger een heel klein beetje Lego. Want ja, het was toch prijzig. Ja. Thuis hadden ze niet veel. Dus ja, dan was er ook weinig speelgoed. Ja. En via mijn schoonzoon, oftewel, dan praat je toch over een schuld van 25 jaar. Mm-hmm. En zo ben ik weer aan Lego begonnen. Grappig, hè? Ja. Zodra je dus kinderen Lego ontzegt, krijg je dit uit hun plaats gaan. Met schreeuwende kinderen. Ja. Ja. Ja, we willen heel graag bouwen, maar ja, het is de kinderhoek. Ja, snap het, ja, als alle ouders erbij komen en waarom de een wel, de ander niet. Wij zijn in de Jaarbushallen geweest in Utrecht. Jullie ook, hè? Ja. Weet je wie er allemaal in die Lego-bak zitten? Ja. Vaders. Ja. Ja, die schuiven die klein zo aan de kant. En even weg en dan zitten ze. Dit blokje heb ik nodig. Ja, dat ze stiekem meenemen. Ja. Ja. Maar daarvoor doen we het zelfs nog ineens niet. Maar het is voor de kinderen, die moeten dus toch echt gewoon zelf kunnen bouwen. Ja. Ja, anders dan staan de vaders en moeders staan ervoor. Die staat echt schoenen uit, op een sokken, op een knieën. Ja. In een halve meter groene boompjes of zo. Boompjes. En wij zeggen ook, ja, de kinderen kunnen best. En als we weten dat de ouders even weg zijn, nou prima, dan kunnen we het ook nog wel eventjes een beetje in de gaten houden. Tuurlijk, extra. Joh. Dat rent niet zomaar weg. Dat doe je niet moeilijk over. Maar je kunt niet zeggen de ene wel, de ander niet. Dat, waar leg je dan de grens? Welke leeftijd? Wat, 2,5 of 2 en 4 maanden? Of ja, ja, met ene code. Die van 3 redt zich prima en de andere van 4 die wordt helemaal shoppen. Juist, wat ook dat. Je zal best wel de doos hebben van 4 tot 99. Ja. Tot 99? Ja. Stopt ze in je mond. Waarom? In beide gevallen. En als ze 100 zijn, stoppen ze ook weer in de mond. Ja, maar dan krijgen ze weer Duplo, hè? Oh ja, die oogjes worden slecht, dus krijgen die grote blokken. Dan wordt het zachter, dat ze het niet kunnen inslikken, want het gebitje valt eruit. Dus dat... Ja, je wil niet weten of men gewoon zeer slecht ziet. Maar gewoon op het gevoel, hè? Ja, dat werkt toch. Echt,
kijk, en kleurschakeringen, ja, die zijn dan wat minder interessant. Maar ja, ik vergelijk maar met iemand. Ik ben ook onder andere bij een vogelvereniging. En daar kweekte iemand kleurkanaries. En die kwam bij Paul de Leeuw op tv. Dat programma ken je misschien, ja. De Schreeuw van de Leeuw. Oh, ja. En die kwam met zijn vogelkoortjes aan. Toen zei Paul van God, hè, vergrijzing in de vogelwereld. Ja, natuurlijk, het zijn allemaal oude mensen. Meestal, hè, laten we doen, ja. De grijs. Dankjewel. En zei hij van, ja, maar wat doen jullie nu eigenlijk? En toen zei die collega van mij, zei van, ja, zei, ik kweek kleurkanaries. Ja, zei Paul de Leeuw, ja, dat kan het. Wit, dat zegt hij. Ik ben kleurenblind, dus. Zie je? Ja. Ja, hetzelfde kun je mijn leven. Ja, dat is. Ja. Het is net moderne kunst. Wat doet Karel op? Ja. Ja. Ja? Pakjes, kleuren, noem maar op. Ja, ja, ja. Hier ergens staat een schilderij, een soort diamond painting. Er staan er twee ergens. Een soort diamond painting, maar met levensteentjes. Oh, oké, okay, ja, er staat dan wel Lego. Dus, ja, dit is allemaal heel klein Lego, hè? Lego, ja. Ja, ja Ralf, is, Ralf is een Lego guy, hoor. Ja, ik ben een Lego fan. Ja, hij is een Lego fan. Ja. Ook lid van de bouwsteen toevallig, of niet? Ja, nee. Ik moet even wat vragen over de bouwsteen, meneer Schuit. Moet ik wat vragen over de bouwsteen? Ja. Waar we nu bij staan. De bouwsteen. Ja. Hebben jullie een website? Ja, we hebben een website. Debouwsteen.nl. EU. Oké. En ja, ik ondersteun vandaag het bestuur. Want, ik ben hier een lokaal vrijwilliger. Maar we hebben een eigen website, lidmaatschap met nieuwsbrieven tussendoor. Leuke activiteiten. We organiseren onder andere zo'n beurs als hier. Komen jullie samen om samen te bouwen of informatie uit te wisselen? Of informatie. Bel je even, ik heb een blokje. We hebben heel veel contacten onderling natuurlijk toch wel. Aha. En ja, met name tijdens beurzen spreek je toch collega liefhebbers. Ja. En die heeft dit, die heeft dat. Oh, ik heb nog een mooie bouwtekening van dit. Of je ziet hier iets. Dus we hebben een paar jaar geleden een heel mooi spoorweg emplacement. Op tekening gekregen, ja, ja. Dat ik thuis kan tekenen. Ja. Nou, lidmaatschap is €25 voor een jaar. Ja. Kost eigenlijk niets. Ja. Want als leden mogen wij hier zelf ook met onze partner of ons gezin komen. Nou, in wezen heb je dan in een paar. Dan is, wij betalen €25 om binnen te komen. Je snapt het. Ja. Als iemand van 15 denkt aan Lego, ja, voor kleine kinderen. Nou, nee, ik ben weer begonnen dus, ja. 20 jaar geleden, ben ik nu 68, ben ik 48, ben ik weer begonnen, ja. 45 misschien, ja, nee. Vanwege mijn klein kinderen, ja, hebben ze wel Lego hadden. Ja. En want toen zijn we sowieso van, zal ik eens een keer de Lego achter het luik weghalen? Ja. Daar staat volgens mij ook nog ergens een doos met. Ja, en zo begint dat weer. Nou. Hoe lang bestaat dit en al? En nu zijn er tafels, ik denk dat ik thuis ook ongeveer een paar van die tafels heb staan. Vol met spiegel, ja, ja. Dus, hoe lang bestaan jullie al? De bouwsteen. Moet ik even vragen aan mijn collega. Hoe lang bestaat de bouwsteen als vereniging? Zo, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Ja, dat zou ik als Servio moeten vragen. Maar goed. Maar, dat is op de website, ja. Ja, nou, kijk, ik zeg zo, ik ben 20 jaar lid en ik heb lidnummer 1952. Ja, dus dan dus, stond wel een poosje. Het staat al 94. Ja. Dus, was dat 2024? Ja, dan heb je een jubileum in het jaar, toch? Ja, ja. Ja, dus vandaag. Waanzinnig. Ja, dat werk ik. Ja, er is ook een grote diversiteit van de Lego. De ene, nu Harry Potter natuurlijk, maar ook die Lego City. Heel leuk gebouw, met name ook. Ja. Wij kwamen dus in Utrecht bloemen tegen van Lego. Ik zag nu vogels langskomen van Lego. Dus het is net of ze steeds toch weer een thema of zo zoeken. Ja, ik ben erg van die auto's, dat vind ik leuk. Ja. Nou, en dan technisch Lego, hè. Nou ja. Dat is echt metwerkend, daadwerkelijk. Ik heb nu onlangs dus een haafmachine, zo'n koninklijke haafmachine. Je ziet zoals in Duitsland met die grote scheppen. Ja. En dan de transportbanden erbij. Als je iets wil maken, je maakt er een foto van. Dan zijn er computersystemen die
helemaal berekenen welke stenen met nummertjes, want een Lego steen die heeft een nummertje aan de binnenkant. Oh, dat vroeg, ja, dat was een vraag. De, ze zijn allemaal als apart genummerd. Allemaal apart genummerd. Dus je hoeft niet te hebben over een blokje met 6 gaatjes. Nee, je noemt gewoon, ik moet een blokje dit. Ja, je typt in Bricklink, ja, met dat nummer. Bricklink, nummer, en dan zie je... En dan zie je het steentje. Brick Factory, daar staan alle handleidingen in. Van 0 tot het laatste model. Dus je kunt echt alle kanten alles nog weer bouwen. Dus als je een paar van die sites hebt, ja, dan kun je wezen alles bouwen. Ja. En ontbrekende stukjes erbij halen. Ja. Want je kun je bestellen bij tal van leveranciers. Je moet gewoon kijken, ja, wie hanteert welke eis. Tweedehands, ja, gebruikt of echt versleten. Ja, daar kies je zelf voor. Ja, net wat je dus wil. Dus je kunt het ook zo duur maken als je het zelf wil. Er is ook heel veel nep. Er is ook heel veel nep Lego. Wat er gewoon oppast, geen Lego is. Nee, maar dan moet je dus wel mee uitkijken. Ja. Want dan zie je dus ook vaak als je dus een partij Lego koopt, ja, op Marktplaats, waar heel veel Chinees tussen zit. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik kijk altijd, punt 1, de dopjes erbovenop, staat Lego. Ja, hoort Lego op te staan. En er binnenin staat het nummer. Ja. En dat is uniek. En zo kan je dus voor dit stukje Lego. Voor dit stukje Lego is een uniek nummer. En dan krijg je dus, als je dat nummer hebt, krijg je de keuzes welke kleur. Ja. Nou, dat is ook een, je kunt zelfs vanuit de site zien in welke projectjes het gebruikt is. Bijvoorbeeld, okay, ja, een gewone steen, ja, die is in alles bijna gebruikt. Ja, ja. Maar als je een speciaal iets hebt, in welke Lego set nummers is, ja, dit, komt dit voor? Dat wordt allemaal geregistreerd. Waar je al autisten zegt, zo je wordt een autiste, ja, zijn. Ja. Dus toen mijn schoonzoon kwam, van ik heb nog Lego op zolder staan, legitieme reden voor mij, heel erg blij, ja, om met mijn kleinzoon van anderhalf, ja, alvast kennis te laten maken met Lego. Opa gaat je even wat laten zien. Juist, en nu? Maar even van de kant nu, opa is even bezig. Juist, ja. Ik heb nu bij mijn schoonzoon, bij mijn dochter, je wilt niet geloven, een grote tafel dus van 1,22 dik. Ja. Daaronder, op zo'n hoogte, tweede tafel. Ja. Ja, ja. Ook op wieltjes. Ja. En dan eronder nog eentje. Oké, okay, alles losse spul daarin? Nee, helemaal uitgebouwd. Oké. Okay. Allemaal bouwwerken op. Maximaal mag hij zo hoog bouwen. Ja. En ja, dan heeft hij zo allerlei hoeken. Maar ja, je moet ook nog kunnen lopen. Dus de ene keer is dit en de andere keer. Ja. Prachtig. Ja, nou, dat is niet.